het is bijna niet te geloven, maar het is nog geen 10 jaar geleden dat de eerste Hyundai Tucson op de markt kwam, 2004. En dat was een behoorlijke doorbraak. Eindelijk een betaalbare, compacte SUV in het C-segment. Nou, die auto verkocht als een dolle. Daarna kwam de iX35 in 2010 en inmiddels heet hij weer Tucson, want ik sta hier naast de splinternieuwe Tucson. De eerste auto die onder leiding van Peter Schreier, hoofdontwerper bij Hyundai en Kia, tot stand is gekomen. Nou, dat is goed te zien. Het lijnenspel is een stuk strakker dan bij de iX35. En kijk naar dat front, die zeshoekige grill, natuurlijk typisch Hyundai. Misschien ook wel typisch Peter Schreier stijl. Daar vraag ik hem zo meteen nog even het een en ander over. Ja, en in vergelijking met de iX35 een hoop nieuwe technische innovaties. Vooral op veiligheidsgebied, hoop actieve en passieve veiligheidssystemen. Dus een nieuwe turbomotor, 1.6 turbo van 176 pk, die is nieuw voor de Tucson. En ja, zoals dat te doen gebruikelijk is, maakt hij weer een stapje op de premium ladder, dus dat betekent hoogwaardiger. Nou, of dat ook echt zo is, daarvoor moeten we even een blik binnenin gaan werpen. Ja, ik weet niet helemaal zeker of hier die premium stap is gemaakt, want buitenkant vind ik echt een hele vooruitgang, maar binnenin ziet het er toch nog wat, ja, iets te bekend uit, wil ik bijna zeggen. Materialen zijn netjes, maar ook niet wereldschokkend. Kijk, hier zit zo'n rijtje knopjes, dat zit er al sinds mensenheugenis bij Hyundai. Hadden ze misschien ook wel iets aan kunnen doen. Verder natuurlijk, ja, het is ergonomisch in orde, maar ik krijg hier nou niet echt een premium gevoel van. Oké, okay, Mr. Schreier, congratulations on the car. This is your first car at Hyundai. How did it all start? Well, when I started to work at Hyundai, we already had the first proposals in quarter scale, and that was the first phase when we started with a full-size model. And that was the moment when I actually started to be involved, and we developed that first crisp idea that there was from our European design center, and the exterior and the interior came from the American design center, but we merged it all together in Korea. That is where actually the feasibility work and the work that the transformation process into production for the production car is made. So you came in when the car was already starting to develop. Did you have to change a lot? Well, not change, but develop. It's a refining work, and some things we changed a bit, yes. But basically, I tried to keep with the original idea that we had at that time. Hyundai is not the first company that has a hexagonal grille. Yeah. I mean, Audi has it, Ford has it. Yeah. Is it the trend of the moment, or is it your signature? Is it Hyundai's signature? No, I think we've had that kind of grille since a long time. When I first started in Kia more than 8 years ago, they already had it at Hyundai. I always thought, man, this is a super thing what they have. What's your next project? Without having to tell me too much, but what are you working on? Well, we are working at on a lot of things at the same time, and later this year we will have some other products coming out, maybe in the same segment, but more as a sedan. And so is a lot of things that we work in parallel. It's I don't know how many projects. It's quite a lot actually. Ja, we zijn hier op een speciaal preview evenementje, kleinschalig evenement. Hier zie je hem voor het eerst. Het grote publiek kan op de beurs van Genève begin maart kennis maken met de auto. In augustus gaan we de eerste meters maken tijdens de eerste proefritten. En kort daarna zal hij bij de Nederlandse dealer staan.